ik had een kantoorbaan, was net vader geworden. En toen besloot ik dat het helemaal anders moest. En eigenlijk wist ik nog niet wat. Maar ik had wel een aantal dingen bedacht. Ik wilde meer buiten zijn. Ik wilde makkelijker tijd met mijn gezin kunnen doorbrengen. En ik wilde iets doen waar ik achter kon staan en iets wat ik leuk vond. En ik wilde vooral leren. Ik wilde vooral veel verschillende dingen doen. Ik denk wat permacultuur voor mij vooral is een manier om bewust na te blijven denken. Het is een ontwerpmethode die me helpt om eigenlijk de keuzes die ik maak te ordenen. En het zijn een aantal basisprincipes die ik eigenlijk gewoon structureel in mijn leven kan toepassen. En dan ook nog enigszins gewenst resultaat opleveren. Het is denk ik vooral een soort van manier van in het leven staan. Het is toch ook anders naar de wereld gaan kijken en op een andere manier oplossingen zoeken. Ik zie overal oplossingen, mogelijkheden, kansen. En dat is deels omdat we in een wereld leven die heel onlogisch is ingericht. Dus vandaar dat er zoveel werk te doen is. De voedseltuin is eigenlijk een tuinderij van een kleine hectare waar we met 40 vrijwilligers groenten telen voor de voedselbank. In Rotterdam is het idee van de voedselbank ooit ontstaan omdat er een tekort is aan gezond voedsel voor mensen die het minder breed hebben. En wat de voedseltuin eigenlijk doet is gezonde voeding voor die mensen proberen te telen en bewustwording rondom wat gezond voedsel is eigenlijk bij die doelgroep te creëren. Dus ook onze vrijwilligers die op de tuin werken zijn grotendeels eigenlijk de doelgroep die eventueel bij een voedselbank zou kunnen lopen. En door mensen eigenlijk in contact te brengen met hoe je groenten verbouwt en mensen vers voedsel te laten proeven, proberen we eigenlijk die bewustwording bij die doelgroep te creëren. En wat je ziet is de meeste mensen, het zijn vaak mensen met een langdurige uitkeringssituatie, dat die vrij negatief bejegend worden, zowel door de instanties als door de samenleving. En door ze in een tuin te laten werken en groenten te laten verbouwen, maak je in plaats van consument, maak je ze eigenlijk producent. Ze zijn eigenlijk waarde aan het toevoegen aan de wereld om hen heen. Sterker nog, ze zijn zichzelf ook aan het voeden. En dat stukje eigenwaarde wat we eigenlijk op de tuin groeien, dat is eigenlijk wel het meest waardevolle. Want die paar groenten, even lullig gezegd, die we groeien, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar uiteindelijk, de ervaring die je mensen kunt meegeven, dat is denk ik het meest waardevolle. En wat ik in het begin vooral interessant vond, is hoe je dingen voor elkaar kan krijgen zonder geld. Dus als je vanuit gaat dat dingen, oplossingen geld kosten, dan vind je alleen maar oplossingen die geld kosten. En ik heb in die periode geleerd dat als je geen geld hebt, dat er toch een heleboel dingen mogelijk zijn. Alleen zijn de omstandigheden en de voorwaarden iets anders. Maar ook zonder geld is er heel veel mogelijk. En permacultuur is naar de natuur kijken en daarvan leren. En ook juist dat observeren wat heel erg permacultuur uniek maakt, is dat bewust nadenken, dat observeren, in kaart brengen en dan vervolgens analyseren wat er gebeurt en waarom het gebeurt. En het gaan snappen, het eigenlijk doorhebben waarom dingen werken zoals ze werken. Ik denk dat dat permacultuur ook heel erg maakt wat het is. En dus ook een hele fijne ontwerpmethode is, omdat jij constant metafoor aan het zoeken bent voor wat je opnieuw wil creëren. En dat je de natuur eigenlijk een onuitputtelijke bron aan metaforen vindt als handreiking om de wereld om je heen beter te snappen en in te richten. Het is echt zo min mogelijk input, zoveel mogelijk output, heel efficiënt werken. Nou, in het bedrijfsleven wordt dat natuurlijk ook grotendeels toegepast. Alleen wat permacultuur onderscheidt met het bedrijfsleven is de ethiek. En de zorg voor de aarde, zorg voor de mens, een deel de overvloed die dat oplevert. En door er bewust over na te denken, maak je vaak al een heel andere keuze dan als je er niet bewust over nadenkt. En hoe bizar het ook klinkt, maar dat doet bijna niemand. Zeker in bedrijfsleven of hoe onze wereld georganiseerd is, er wordt bijna niet over nagedacht waarom we keuzes maken. En als we erover nadenken, zijn het bijna altijd korte termijn beslissingen of economische beslissingen. Als je kijkt met voedselproductie, is het bijna onmogelijk om geld mee te verdienen. Boeren lukt het zelfs niet. Een gemiddelde boer komt amper rond en is ook nog zwaar gesubsidieerd. Dus in het huidige economische systeem is al bijna geen geld te verdienen met voedsel. Laat staan in de stad waar de grond nog schaarser is en nog duurder is als op het platteland. Dus als je volgens die criteria gaat kijken naar stadslandbouw, dan is het bijna onmogelijk om het rendabel te krijgen. Vanuit permacultuur gezien kun je het wel weer rendabel krijgen omdat je functies gaat combineren. Dus
als voedselproductie ook educatie kan zijn of beleving of entertainment, et cetera, dan zijn er weer andere businessmodellen die je eraan kan koppelen om het rendabel te maken. De stad biedt heel veel mogelijkheden. Het grote voordeel is dat hier heel veel consumenten zijn, heel veel mensen zijn, gelijkgestemde, geïnteresseerde consumenten. Dus de stad biedt veel meer voordelen op dat gebied dan het platteland. Grappig genoeg heb ik soms het idee dat zelfs toegang tot land hier makkelijker is als je geen geld hebt dan op het platteland. Maar ik heb vooral in de stad ervaring, dus ik kan die vergelijking niet maken. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is lange termijn processen. Dus hoe zich over een langere periode ontwikkelt. Ik vind voedselbossystemen ook heerlijk wat dat betreft, omdat het een heel ander tempo heeft dan bijvoorbeeld een moestuin. Het geeft een heel andere dynamiek, een heel ander tijdspad. Eventuele fouten kunnen wel crucialer zijn op lange termijn. Maar je hebt ook veel meer ruimte om bij te sturen of om aan te passen. Een voedselbos is een zelfvoorzienend systeem waar eigenlijk alle input vooraf zit. Namelijk al je kennis, informatie, je ontwerp, maar ook geld, investering, aankoop van plantgoed, toegang tot land, zit allemaal vooraf. Als je eenmaal aangeplant hebt, is eigenlijk bijna al het werk gedaan, afhankelijk van het systeem wat je ontworpen hebt. Maar heb je relatief weinig werk. De eerste jaren nog iets meer omdat het systeem in balans moet komen en moet groeien. Als het systeem volwassen is, na 10 à 20 jaar, heb je er vrijwel geen onderhoud aan behalve oogsten. Een voedselbos, als je daar voor het eerst bent, is niet te herkennen. Het voedselbosverhaal moet verteld worden. Wat we wel merken is dat het voedselbosverhaal een heel helder verhaal is, wat mensen eigenlijk heel snel snappen. En wat mensen heel erg boeit en wat ze heel interessant vinden. Dus het is een makkelijk verhaal om te vertellen en het valt eigenlijk altijd in goede aarde. In dit geval werd ik getriggerd doordat iemand in mijn omgeving die ik leerde kennen ook geïnteresseerd was in paddenstoelen kweken. En zijn we eigenlijk zelf begonnen met eikenhoutstammen om daarop shiitake paddenstoelen te kweken. Het is zo simpel, iedereen kan shiitakes kweken. Ja. Iets simpelers bestaat er niet. Hij is makkelijk houdbaar, makkelijk te drogen en daardoor heel lang houdbaar. Er worden allerlei gezondheidskenmerken aan toegekend. Het is een relatief duur product in de winkel, waardoor het economisch ook interessant is om te verbouwen. En het is een heel lekker product. Dat maakt hem wel uniek. Een project is nooit klaar. Als je een ontwerp hebt gemaakt, is pas het begin. Daarna blijf je eigenlijk constant observeren en ontwerpen. En zeker zoiets als een tuin is misschien wat duidelijker voor sommige mensen, maar ook een huis is nooit af. Een sociaal systeem is nooit af. Het is eigenlijk een constant proces. En het ontwerp is alleen maar de aanzet, het begin. En ik denk een van de grote fouten die in onze samenleving wordt gemaakt, is vaak wordt gedaan alsof het ontwerp het einde is. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ik heb ook nog nooit een ontwerp gemaakt wat logisch was toen ik het ging uitvoeren. Dus je gaat altijd dingen aanpassen. Je komt altijd dingen tegen die je niet van tevoren had bedacht. Hopelijk kan ik bijdragen aan een klein stukje van de puzzel. Dan heb ik in ieder geval mijn bijdrage geleverd.